De zwervers- en dakloze problematiek in de binnenstad van Paramaribo wordt aangepakt door de bestuursdienst. Dit bevestigt districtscommissaris Ricardo Bolla in een gesprek met de redactie. De burgervader zegt dat het project niet direct van start is gegaan, omdat er wat voorbereiding nodig was. We zijn al reeds begonnen. Vorig jaar ben ik daarmee begonnen om daadwerkelijk iets aan te doen. Ik heb een jaar voorbereiding nodig gehad. Met het tweede jaar ben ik begonnen. We hebben een grote groep van meer dan 50 al elders gehuisvest in Wanica, al naast het streekziekenhuis Wanica. Daar hebben ze voor de komende maanden gehuisvest met goede begeleiding, resocialisering, terugkeer naar de samenleving, naar de maatschappij. De functionaris zegt verder dat na de opvang de mensen zicht moeten hebben op een baan. Er is een verhuizing gepland voor de dak- en thuislozen die momenteel zijn opgevangen. We gaan de mensen nu definitief brengen op Lelydorp, bij Naks Hogeschool. Dat is een veel groter complex met veel meer mogelijkheden, veel meer recreatiemogelijkheden. En daar gaan we dan de nieuwe groepen ook weer laten instromen. Want we hebben daar een duidelijk beleid voor vanuit het commissariaat. Dat wij heel graag zien dat de thuis- en daklozen eindelijk ook een dak boven hun hoofd hebben. En dat ze terug kunnen keren in onze samenleving. Want ook die handen en die voeten hebben we nodig. Bolla zegt dat de gedachtegang is dat Suriname alle burgers nodig heeft om een steentje bij te dragen aan de opbouw van het land. Een ieder verdient een tweede kans, aldus de burgervader.